FC Twente, deze mooie club. Mooi? Mooi? Ja. Ja. Mooi noem ik hem niet. Als er maar geen mensen naar me toe komen. Hey, we gaan het gewoon met dit team doen. Hoe heet een trainer ook weer toen, nou? Wat? Hoe heet een trainer? René Haken. Haken? Zonder een N. Ja. Zonder een N. Maar met zo'n ding, hoe heet dat? Zo'n streepje op de E. Haken? Haken. René Haken, Nederlandse top. En zo. Wat verwacht je zo zijn? Nou, dan gaan we zo even kijken. Ik denk flexie. Dat denk ik ook. Ik wil ook weer en hij zegt go. Ik ga het voorseizoen doen van 3,8 miljoen. Weet je wat ze verwachten? Wat verwachten ze? Competitiedoelstelling eindigen halverwege de ranglijst. Of niet? We hebben een aanvallende middenvelder nodig. Nee, dan gaan we dat zo kopen ook. Dan gaan we ook een aanvallende middenvelder kopen ook. Nee. Wie heeft er vroeger al CAM bij Twente gespeeld? Vroeger? Ja. Oh, Brian Ruiz. Brian Ruiz. Oh nee, wacht, hij zit hier wel bij hoor, Brian Ruiz. Nee, Blaas is een koepel. Is hij goed? M. Koepel? Ja? Hoe schrijf je hem? M. Koepel? Oh, jammer. We gaan de beste CV... halen, terughalen van Twente, Douglas. Die speelt nu bij Tony. Nee hoor. Niet. Ja, niet. Hij speelt bij Trabzonspor. Douglas, ik dacht wel even lachen. Lachen man, echt niet. Lachwekkend. Ja. Maar we moeten toch een iemand anders kopen. Janko, die spits. Janko. Hij was zo'n dikke beest. Mark Janko. Moet je een Janko halen? Omdat hij iets te slecht is. Maar Janko is ook onlangs overgekomen. Maar we gaan gewoon informeren. Kennen we nog eentje? Oh nee, wacht, dan zal ik. Ik ga gewoon even opzoeken op internet, jongens. Geen probleem. Legends. Nee, wat? Nee.
Legendes. Nog 2 minuten en ik zit in de finale. Oh. Oh jongens, we moeten wel eentje vinden. Weet je wie zelf de dag van mij is geboren? Nee. Jeroen Verhoeven. Sander Bosker. Ja, ik weet het toch, hij is een legend. Staat een koepel er niet bij dan? Komt een koepel er niet bij? Nee. Echt niet? Waarom zeg ik ook een koepel blazen, een koepel? Is het goed niet voetballen? Wat is dit een koepel? Lidongboek is dit. Oh, 510 punten, hè? Nee, Bas. En hij wil wat aan mee. Nee, voetbal dan niet meer. Nou, dan gaan we weer. Wat is echt de Twente legend? Zoek je dat niet op? Ja, ik zoek dat op. Ik moet de finale tegen Sneeuwpien. Ja. Ja. Ik weet wel iemand, maar ik weet niet hoe die kerel heet. Ga kijken of Willy over toen nog voetbalt. Ja, die voetbalt nog. Maar niet meer op FIFA. Nee. Is hij een Twente legend dan? Nee man. Armenteros, waar voetbal bij dan? Ja, dat weet ik niet. Armenteros. Nee. Hij bestaat nog wel, maar dat is een CM. Wie nog meer? Twente Legends. Oh. Mag ook Heracles. Heracles Legends? Daryl van Michum. Echt een legend? Weet ik veel. Misschien zit ik een legend. Wie? Mag over de hele Eredivisie trouwens. Een legend van de hele Eredivisie. Ja, maar moet nu nog voetballen. Hij houdt Ajax nu. Hij zorgt ervoor dat Ajax niet kan komen. Ja! Godzonder. Hoe heette die kerel wat jij zei? Moet je stoppen. Hoe heette die kerel? Davy Klaassen. Klaassen? Ach. Ach joh, zonder hem is Ajax geen kampioen hoor.
Ik heb er een paar denk ik gevonden. Ja, 2-0, ik sta 2-0 voor. Ik krijg 7k. Ja. Weet je wie een Eredivisie Legends is, staat hier? Heitinga, Kazim Richards. Ja, dat is niet. Heitinga wel, maar Kazim Richards niet. Jawel, eigenlijk wel. Kazim Richards heeft 2 keer in Nederland gevoetbald. Finn Bogason. Nee. Jawel, AZ Legend. Ik vond AZ goede dingen. Hoe heet deze kerel? Deze kerel weet ik niet. Ja, ik weet hem al. Nou, wat staat er? El Hamdawi. Die is naar Qatar. Ja, El Hamdawi. En zo dan. Maar toch moeten we een legend. Was die terug bij zijn club? Gaat die weer meteen weg? Ik weet misschien een echte legend. Maar dan echt een echte legend. Wie dan? Wacht, speelt hij nog? Wat? Oh, ik schoot op de Ik weet wel, legend. Voetbalt hij nog? Ja. Top van Vermeer. Nee. Kenneth Vermeer. Ja. Ajax legend. Was eigenlijk een Ajax legend. Graziano Pelle is een legend. Wow. Staat hier, hè? Is wel echt een legend, hoor. Kuit, ook een legend. Legend, nee. Kuit. Ik ga niet meer aan. Isla, legend. Jansen, legend. Zlatan Ibrahimovic, legend. Oh, Suarez, legend. En het is 4-0, het is weer Lidl. Hoeveel K denk je dat ik nu krijg? Ik weet een echte PSV legend. Maar we gaan hem kopen bij ga je Marcelo kopen? Marcelo? Ja? Nee. Oh. Niet zeggen. Ik zit nog te denken aan de PSV. Speelt hij niet bij PSV of? Nee, niet meer. De Pajot bij Naldo. Is het de Pajot bij Naldo? Nee. Hij speelt wel in dezelfde league. Hij is 34 jaar. Oh. Ik dacht Rijf niet. 34? Mhm. Oh, uit de BBL? Mhm. Oké. Moet ik het zeggen? Ja. Gomez. Die keeper. Gomez? Oh ja, Gomez. Wat? Oh nee, ik weet zijn naam niet meer. Die Japaner of zo. Die oh, ik weet welke jij bedoelt. Met die voetbal die nu ja. Nee? Nee. Vorig jaar gestopt. Kim nog wat, hè?
Kim Zuyang of zo. Ik weet onze legend van PSV. Wie het dan? Die speelt nog wel veel bij PSV. Is een legend voor ons allebei. Het zit diep in ons hart, sinds gisteren. Sinds eergisteren, broer. Wacht even, even nadenken dan, ja? Zijn naam. Nee, niet zeggen. O ja, Jeroen. Jeroen. Dan maakt die 34-jarige man zijn terugkeer in de Eredivisie. Maak gewoon een team met de legends. Zijn ze dan aanvaard? Onacceptabel! Doen we iemand... Ja, ze willen eigenlijk 6 miljoen. Maar dan doen we er toch Sonny Stevens bij. Sonny Stevens? Hoe oud is hij? 22. Oh. Blowen. Wat is Nick Maxman? 26. Zo. Hij was zo grappig stemmen. Ja, ze zijn het aanvaard. Jelelelele. Ik doe gewoon al mijn geld er nog bij. Ik vind Drommel echt een hele slechte keeper. Ik ook. Cruciale speler. Jelelelele. Hij valt op zijn buik, hè? Hij valt op zijn buik. Ja. Dan ben je geen goalkeeper. Hij is terug in de Nederlandse velden. Het is Larries. Geen Larries. Op de Nederlandse velden, het is Gomez. Opeens had ik nog 3 miljoen. Liviane. Ik weet het. Ajax legend. De. Jongen. Heerenveen legend. Marco. Of nee, Maarten de Roon. De Roon? Maar ik. Poppen. Maar wij hebben hem hoor. Gomez in de goal. Hij wordt aanvoerder bij ons. Groningen legend. Alexander Sorlot. Nee. Wie dan? Luis Suarez. Oh ja. Even kijken welk nummer meneer Gomez heeft. Ik voel Thomas Nesi. Oh ja, voetbalt hij nog? Ja, tuurlijk. Kijk, voetbal bij Boerzoekspoort. Ja. Hij heeft hem in vorm. Hij heeft toen een hat-trick gemaakt. Thomas Nesit. Oh, wat een lelijke kop heeft hij. Ja, ik ben. Oh. AZ Legends. Oh nee, wacht, die is gestopt, hè? Wie? Op Adam Mahe. Gedroom. Ik koop niemand meer. AZ Legends, Juicy Elkido. Yo, wat een dikke beest. Ik ga hem volgend seizoen voor jou halen. Oh nee, ja, we gaan hem gewoon dit seizoen nog halen. Ja, beter dan bij Jaar-Doelstrijd, hè? Ja! En je roept mij. Yo, daar ben ik weer. Wat wordt jij vaak geroepen door je ouders? Ja. Wat zegt ze altijd? Ja, we is. Nee. Eltidoor, okay. Josie Eltidoor. Hij voetbalt nog. Ja, hoe oud is hij? 25. Nou, kut hè. Dan doen we met alle genoegen zelfs nog onze beste speler Hakim Ziyech erbij. Nee hoor. Hij doet het handig van. Ja, wat een gek, hè?
Wow, die drommel is ook nog 1,1 miljoen waard. We doen hem erbij. Drommel, want wij zijn maar een drommel. We wonen in de schuur, de team schuur in de rug, de kerkboek in de rug. Ja, dat vond ik wel dom, dus mooie voorstelling. Ja, drommel, hè? Ik vond dat zo grappig. Kijk dan. Mhm. Wat dacht jij toen jaren, want wij zijn maar een drommel. Hey, drommel. Ik moet mijn eerste wedstrijd tegen PSV. Nee, ik moet mijn eerste wedstrijd tegen Utrecht. Oh, ik dacht al, anders is lekker met Gomez tegen zou het doen. Ja, dat had ik ook wel mooi gevonden. Ik ga even iets lekkers op hebben. Joe, hoe je dat ziet? Pa, maar mag ik stroopwafel? Nee, je mag geen stroopwafel, jongen. Oh, wat. Nou, kijk. Zijn dus arme. Ik ben rijk op dit. Ja. Dat was het graag. Want als we twee zijn nu scoren, heb ik sowieso zeven kaarten die doen. Oh nee. Maar ik sta wel vier op hoor. Stap ik ook gewoon. Zeven kaarten die doen. Zeven kaarten die doen. Zeven kaarten die doen. Zeven kaarten die doen. Kom op. Paas op. Goed zo. Santi. Ah, hang daar. Oké. Bosco, Janko. Ik moet jullie volgens mij niet maken, dus... Janko! Ik doe de ruimte. De schaats, Fleur, maar niet af. Fleur is af, niet schaats. Schaatsie, Fleur af. Goed zo, schaatsie. Voor de zesde keer kampioen geweest. Oh, mooi. 7,5 keer. Maar hij moet in. Guidetti, echt een legend van Guidetti. Wat? Ja! Ik weet een legend. Wie? Ik weet een legend. John Guidetti. Hij is een Feyenoord legend. Dan ga ik even YouTube gebruiken.